Welkom bij de wedstrijd tussen VCK F1 en Seruskerk F1 van zaterdag 5 oktober. Beginnen de wedstrijd aan de linkerkant van het veld, waar Job de bal kan onderscheppen en Job kan opstomen via de linkerkant van het veld daar bij de achterlijn en daar de voorzet gelijk. En de bal wordt bijna in eigen doel geschoten door een speler van VCK. De keeper kan hem net voor de lijn wegschieten, maar in de voeten van Sam. Sam krijgt aan een tackle te verduren en VCK kan er toch uitkomen. Daar moet Jordi verdedigen. Dat doet Jordi heel goed. Onderschept daar de bal. Gaat de voorzet geven. Maar de voorzet is iets te hard en vliegt over iedereen heen. Sam moet erachteraan. Vlakbij de achterlijn. Sam probeert daar zijn man uit te kappen. Maar de speler van VCK trapt daar niet in en kan de bal overnemen. En daar komt Gijs aan en tikt de bal over de zijlijn. We gaan verder met de ingooi van Jordi. Aan de linkerkant van het veld richting Sam. Maar er zit iemand van VCK tussen. Bal wordt naar voren gespeeld. Job zit daar goed tussen. Maar toch is VCK aan de bal. Job zit er nog een keer goed tussen. De bal nu richting Jurre. Jurre kan opstomen naar het doel van VCK. Jurre nog steeds een bal. Vlak voor het doel. Maar de bal kan net worden weggetikt door de keeper van VCK. En de bal weer naar voren. VCK in de balbezit. En de bal in de voeten van Gijs. Gijs schiet hem gelijk weer terug richting de speler van VCK. Jordi kan de bal daar goed overnemen. Met de paas richting Jurre. Maar is veel te hard en de bal gaat over de achterlijn. De uittrap van de keeper van VCK richting de rechterkant van het veld. Dat moet verdedigd worden door Jordi. Maar de speler van VCK kan toch de paas geven achter de laatste lijn van Seroos. Maar er zit Gijs goed tussen met het balletje naar Job. En Job terug naar Gijs. Maar er zit toch een speler van VCK tussen. Moet nu worden verdedigd door Seroos. Mooi paasje daar naar de vrijstaande speler van VCK. Dat moet nu goed verdedigd worden. De speler van VCK gaat toch langs en kan schieten. En de 1-0 vliegt binnen. Langs keeper Joram in de verre hoek. De voorsprong van 1-0 voor VCK. We gaan verder met de ingooi daar richting Jordi. Jordi kan zich goed vrijspelen. Daar gaat aanleggen voor het schot. En het schot vliegt maar net naast het doel van VCK. Grote kans voor Seroos. Daar de uitrol van Joram richting Jurre. Jurre met de schijnbeweging speelt hij zijn tegenstander uit. Jurre nog steeds een balbezit. Kijk waar die bal kwijt kan. Dat is door het centrum. Daar staat Sam helemaal vrij. Kan alleen op de keeper af. Sam nog steeds een balbezit. De hoek voor het uitkiezen. Maar schiet de bal tegen de keeper aan. Een hele grote kans op de 1-1, maar stand blijft 1-0 in het voordeel van VCK. Daar de corner van Jordi. De bal vliegt bij de tweede paal. Net langs een speler van Seroos, maar VCK kan eruit komen. Sam kan er toch daar aan de zijkant van het veld bij. Krijgt de bal terug van Gijs, goed gedaan van Gijs. Sam nog steeds een balbezit. Paasje richting Jurre. Jurre kan naar de bal oppikken. Jurre, kijk waar die bal kwijt kan. Dat is richting Jordi. Jordi gaat aanleggen voor het schot, maar schiet tegen een tegenstander op. Maar Jordi blijft in balbezit. Jordi speelt daar zijn tegenstander uit. Gaat richting achterlijn. Moet de voorzet komen. Daar is de voorzet. En net op het puntje van Jurre. Maar de bal vliegt naast het doel. We gaan verder weer met Gijs. Op eigen helft nu. Gijs met het balletje richting Jurre daar weer. Linkkant van het veld. Jurre kan opkomen. Wordt niet lastig gevallen daar. Jurre nog steeds in balbezit. Kan nu de voorzet geven, maar schiet tegen de tegenstander op. En de bal vliegt daar zo binnen in de verre hoek langs de keeper van VCK. En de stand is 1-1. We gelijk maken van Seroos. Hier, Jurre. Kan rustig opkomen. Kijk waar hij de bal kwijt kan. Hij gaat voor de voorzet met links. Maar schiet tegen de tegenstander op. En met wat geluk vliegt de bal in de verre hoek langs de keeper en de 1-1 valt binnen. 1-1. We gaan verder met de corner van Jordi. Jordi met de korte corner richting Jurre. Jurre met het schot daar zo. En kan maar net door de tegenhouden door de keeper van VCK. Bal blijft liggen op de lijn. Jordi Tiemann stond toe te kijken. En daar Job met de schot in het zijnet. Een hele grote kans voor Seroos, maar gaat er niet in. Job weer in balbezit bij de achterlijn. Job kan hem netjes binnenhouden. Job komt nu met de voorzet richting Sam. Het was Jurre en Jurre mist de bal half. Bal blijft toch binnen. Daar moet Jordi erachteraan en onderschept de bal dan goed. Jordi nu met de voorzet. Een mooie voorzet daar naar Sam. Sam moeilijk te controleren, maar de bal vlak voor de goal kan toch weer worden weggewerkt door VCK. Bal naar voren geschoten achter de achterste lijn. Daar moet Jurre met een turbo terug. Jurre nog steeds in de achtervolging en neemt de bal daar heel goed over. Goed gedaan van Jurre. Heel goed verdedigd. En Jurre weer terug naar de helft van VCK. Steekt daar de middellijn over. Met de bal richting Jordi. Jordi neemt de bal daar heel goed aan.
Jordi naar de linkerkant van het veld. En daar speelt hij de bal net iets te ver voor zich uit. En de bal gaat over de zijlijn. De ingooi van VCK. Daar moet Cero's de boel vastzetten. Jurre zit daartussen. Jurre kan de bal daar heel goed binnenhouden. Jurre. Kijk waar die bal kwijt kan. Het is weer naar Jordi. Jordi verspeelt daar bijna de bal. Krijgt de bal toch weer terug. Gijs nu in balbezit. Glijdt daar uit. VCK kan de bal weer overnemen. Daar Jurre met het schot. Van grote afstand, maar de bal vliegt naast. Jammer hoor. De ruststand tussen VCK en Cero's is 1-1. We gaan verder in de tweede helft. Daar, Job. Hij kijkt naar de linkerkant van het veld. Wordt lastig gevallen door een tegenstander. Er komt nog een tegenstander. Die kan hem onderscheppen, maar Job gaat verdedigen. Daar op de zijlijn. Goed gedaan van Job. Maar de bal gaat daar toch over de zijlijn en de ingooi is voor Job. Job met de ingooi richting Gijs daar zo. Gijs gaat onder de bal door. VCK in balbezit. Daar Jordi met de bal naar voren. Richting Jordi Tiemann. VCK kan de bal overnemen. Daar zit Jordi. Krijgt toch de bal weer terug. Jordi kan opstomen via de rechterkant van het veld. Jordi gaat aanleggen voor het schot nu. En een heel mooi schot in de verre hoek. En vliegt hij binnen. Dat was de 1-2 voor Cero's. Het voordeel van Cero's. Hier Jordi. Maakt zichzelf goed vrij daar aan de rechterkant van het veld. Legt aan voor het schot. En de bal vliegt binnen in de verre hoek. Mooi doelpunt. En de voorsprong voor Cero's. Goed hoor. Keurig hoor. Maar de wedstrijd is nog niet gespeeld. We gaan verder daar met Job met de bal richting de linkerkant van het veld. Daar kan Sam de bal aannemen. Sam met een tegenstander voor zich. Omspeelt daar zijn tegenstander richting het doel nu. Sam, nog steeds in balbezit. Moet nu aanleggen. Duurt net iets te lang en de bal in de handen van de keeper. Daar, Jurre nu weer. Op de helft van VCK nog steeds. Jurre. Gaat naar de linkerkant van het veld. Jurre nog steeds in balbezit. 3-4 tegenstanders achter zich aan. Met de voorzet nu. Toch. En vlak voor de keeper. Keeper houdt hem net tegen en de bal vliegt naast het doel. Daar de uitrap van de keeper. Kan gelijk opgevangen worden door Job. Job kan uithalen. Open doel, maar schiet hem zo naast. Hele grote kans om de voorsprong uit te breiden voor Job. Weer de uitrap van de keeper van VCK. Wordt weer opgevangen. Nu door Gijsje. Gijs aan de rechterkant van het veld. Kijk waar hij de bal kwijt kan. Dat is naar voren. Maar dat is in de voeten van de tegenstander. Nu kan VCK er heel snel uitkomen. Nu moet er verdedigd worden. Weer door Jurre. Jurre moet terugkomen. VCK blijft in balbezit. Vlak voor het doel van Joram. En de bal vliegt daar voor langs het doel. Wat geluk voor Cero's. Daar Gijs. Nu met de bal naar voren weer. Daar kan Jordi de bal opvangen. Met de bal richting Sam. Sam staat er helemaal vrij. Sam weer richting de goal. Moet nu uithalen. Doet hij ook. En de keeper houdt de bal weer net tegen. Met wat geluk. En de stand blijft nog steeds 2-1. Grote kansen nu voor Cero's om de voorsprong uit te breiden. Daar de corner van Jordi. Vlak voor de goal op de knie van Job. En nog een omhaal van Jurre eroverheen. Maar de bal is nog steeds binnen. Jordi daar zo. En de VCK kan eruit komen met een bal geschoten naar voren. Maar Jurre vangt hem wel goed op. Aan de zijkant van het veld nu. Jurre nog steeds. Maar verspeelt uit de bal aan een tegenstander. VCK kan er weer snel uitkomen. Moeten de Cero's weer verdedigen. Daar een goede pas van VCK. Speler van VCK kan nu alleen op Joram af. Joram verkleint zijn doel heel goed en de bal wordt naastgeschoten. Goed gedaan van keeper Joram. We gaan weer verder met aan de linkerkant van het veld. Jurre weer in balbezit. Kan daar opstomen langs de linkerkant van het veld. Laat daar vier tegenstanders staan. Jurre nog steeds in balbezit. Moet de bal nu geven. Op de vrijstander staan voor het doel, maar doet hij niet. En duurt net allemaal net iets te lang en de bal gaat over de achterlijn. Daar nu Jordi met de paas richting Jurre daar aan de rechterkant van het veld. Jurre moet nu de voorzet komen. Richting Sam. Maar er zit weer iemand van VCK tussen. Daar kan Jordi de bal weer opvangen. Jordi, kijk waar die bal kwijt kan. Kapt eerst de tegenstander nog uit. Dan Jordi moet nu de paas komen. Richting Sam. De bal is net iets te hard en de bal rolt naast het doel. Daar Gijsje nu. Met de bal weer naar voren. Maar er zit weer iemand van VCK tussen. VCK met de bal naar voren. Op de helft nu van Cero's. Moet nu weer verdedigd worden door Gijsje. Gijsje glijdt daaruit. Jordi nu nog alleen als verdediger. Maar Jurre is ook weer terug. Jurre wordt daar vastgehouden. Moet voorgefloten worden. Maar dat gebeurt niet. Dus we spelen gewoon verder.
Vlak voor de goal van Zero's nu. Jurre nog steeds in balbezit. Jurre wordt dan moeilijk gemaakt door twee tegenstanders. Jurre probeert daar uit te komen. Maar nog steeds de tegenstander daar. En daar. Jurre met de sliding terug. Vlak voor de goal nu. En daar zit Gijs heel goed tussen. En de bal rolt over de achterlijn. Goed verdedigd van Gijs. Nu Job in balbezit met het balletje richting Sam daar. Rechterkant van het veld. Sam kan naar de goal. Sam vlak voor de goal nu. Moet uithalen. Doet hij ook. En onderkant laat uit de rebound. Jordi misschien. Maar schiet half over de bal heen. In de handen van de keeper. Weer een enorme kans voor Zero's. En nu weer de bal in de voeten van Sam. Kan weer aanleggen voor het schot. Sam kapt eerst nog een paar tegenstanders. Weer een schot. En weer tegen de keeper op. En nog steeds de stand van 2-1. Gevaarlijke stand. Weer de uittrap van de keeper. Wordt weer opgevangen voor Zero's. Weer het schot van Sam. Weer tegen de keeper. Hij wil er niet in voor Zero's. Weer de uittrap van de keeper. Nu naar de andere kant van het veld. Jordi moet afverdedigen. Schiet de bal iets terug naar de eigen helft. Nu moet Jurre verdedigen. Jurre. Opletten. Drie tegenstanders in de beurt. Jurre. En verspeelt daar de bal. De VCK zit ertussen. Nu Jordi. Schiet de bal een klein beetje terug naar de eigen helft weer. Gevaarlijk daar. Voor keeper Joram. Jurre. Moet de bal daar weg. Daar VCK toch. Vlak voor de goal. En met wat geluk langs keeper Joram vliegt de bal in het doel. In de blessuretijd. We zitten inmiddels bijna 2 minuten in blessuretijd. Zero's. 2-2 inmiddels. En gaan de aftrap nemen op zoek naar de winst toch. En de scheidsrechter laat de aftrap nemen. En daar fluit de scheids ineens af. En de stand wordt hierdoor 2-2. Onnodig puntenverlies voor Zero's.